Laura Dekker, een 14-jarig meisje dat vastbesloten is om met 2 jaar in haar eentje een wereldreis met haar zeilboot te maken. Als ze deze reis maakt, zal ze in het Guinness Book of Records komen. De Raad voor de Kinderbescherming spande echter een rechtszaak aan. Hierdoor kwam Laura met haar verhaal goed in de aandacht van de media te staan. I am sailing home again, across the sea. I am sailing. Wij van Topic zijn benieuwd naar jullie mening. Laura, stay or go. Vind je dat Laura 2 jaar zo lang de wereld mag reizen? Nee, niet. En jij? Ja. Ja? Goed. Denk je dat het haar zou lukken? Nee. Ja. Nou, niet? Nee, ik denk niet dat het verantwoordelijk is. Om waarom dan? Ja, als er iets gebeurt. Zoals? Ja, storingen of zo, of apparatuur die kapot gaat. Vinden jullie dat ze te jong is om te gaan? Ja. En jij? Ja, waarom? Nou, zo'n jong meisje moet eigenlijk nog niet zo'n vader. Heb jij nog een reden waarom niet? Ja, ze moet nog naar school. Vinden jullie dat ze mag gaan? Nou, ik vind haar wel een beetje jong, maar ja, ik denk wel dat ze mag gaan. Dus ze is wel iets jong, maar je vindt dat toch dat ze mag gaan. Ja. En jij? Nou, ik zou wel zeggen dat ze wel met ouderen moet gaan. Dus, Oké, maar denken jullie dat het er zou lukken? Nee. Nee? Ik weet niet of zij het wil. Dus je vindt dat zij mag gaan als zij zo wil? Ja, als zij dat graag wil. En jij? Ik ook. Als zij dat heel graag wil, dan moet ze dat doen. Hebben jullie gehoord van Laura Dekker? Dat meisje dat met de zeilboot in 2 jaar... Oh ja? Ja? Vinden jullie dat ze mag gaan? Ja, dat mag ze wel. En waarom? Nou, ze kan goed zijn en ze zijn een beetje jong. Ik zelf ook, maar ik ga niet doen. Ik ga het eigenlijk niet doen. Uit de enquête van Topics is gebleken dat meer dan de helft van jullie vindt dat Laura niet mag gaan. Jullie zeggen dat ze lichamelijk wel aan kan, maar geestelijk niet. Een kleine 70% van jullie zegt dat ze de rechtszaak niet zal winnen en niet weg zou kunnen gaan.